toen ik nadacht over wat ik hier vandaag zou gaan zeggen, kwam er dan ook snel een aantal emoties bij mij op. En die emoties betroffen gevoelens van dankbaarheid, van trots, maar ook van bezorgdheid. Admiraal, Mathieu, je krijgt zo dadelijk het commando over een organisatie met mensen waar je trots op kunt zijn. En die verdienen om goed voor ze te zorgen. Ik wens je heel veel succes met je aanstaande commando. En ik hoop dat je er evenveel genoegen aan zult beleven als ik heb gedaan. Dan is nu toch het moment gekomen en verklaar ik hierbij het commando over de zeestrijdkrachten en de functie van admiraal Benelux te hebben neergelegd. Ik heb goed geluisterd naar de woorden van generaal Zuiderwijk en ik ben verrast en geraakt. Want het is nu echt voor het eerst in mijn carrière dat ik een marinier hoor bekennen dat hij emoties heeft. Sterker nog, niet één, maar drie. Ik durf ook te stellen dat je tijdens jouw commando over de zeestrijdkrachten de traditie van Michiel Adriaanszoon de Ruiter hebt voortgezet. Jouw combinatie van zeemanschap en bestuurlijk en krijgskundig vernuft en de aandacht voor het personeel is daarbij exemplarisch. Namens de Koninklijke Marine spreek ik mijn oprechte dank uit voor jouw inzet en collegialiteit. En ik wens jou, jouw echtgenote Bonnie en de kinderen, ook hier op de tribune, heel veel plezier en geluk toe in de komende jaren in Zweden. Rob, het gaat je goed. Ik heb u mijn eerste gedachte gegeven van wat ik denk dat nodig is om ook in de toekomst een relevante maritieme bijdrage te garanderen. Het gaat om verantwoorden, samenwerken en communiceren. De kern daarin is dat onze marine wordt gemaakt door mensen. Door u.